In Suriname worden andersoortige protheses gemaakt. Dat zegt Kurtjan jan Meijer. Hij is orthopedisch instrumentmaker en hij komt uit Bussum, Nederland. Meijer is naar Suriname gekomen om Carmen Cassie verder te helpen met een nieuwe onderbeenprothese. De orthopedische instrumentenmaker heeft klanten over de hele wereld. En het geval van mevrouw Cassie verschilt niet veel van zijn overige klanten. Want uh, zelfs bij mevrouw Kazi, als ik dat mag vertellen, heeft ze een heel groot litteken heeft ze, uh, aan, aan de onderkant van haar stomp. En ik wist eigenlijk niet zoveel wat we konden aantroffen hier in, uh, in Paramaribo. Uh, hoe die stomp eruit zag en wat zouden we kunnen maken. We hebben wel natuurlijk foto's gekregen vanuit Paramaribo naar Nederland. En uh, daar hebben we kunnen bevestigen dat we dat het wel zou kunnen lukken en uh, nou ja we zijn uh, nu bijna vier vijf dagen hier in ne in Paramaribo als Nederland en voelt uh, het voelt wel dat we in Nederland zitten want iedereen spreekt hier Nederlands dus het is een prettig gevoel om hier te vertoeven uh, ik heb ook nog even ik wil ook even deze twee dit is mijn assistent broer Broer assistent, en hij doet eigenlijk bij ons in Nederland het internetverhaal. En daar is hij heel sterk in. Arian Meijer is evenals zijn broer orthopedisch instrumentenmaker. Hij zegt dat het niet moeilijk is om een prothese te maken, maar dat de begeleiding van de persoon in kwestie heel belangrijk is. Om iets te laten groeien en om het een succes te laten worden, is de continuïteit. Dus je kan niet alleen maar even iets maken en dan zeggen de deur sluiten en tot ziens. Zo werkt het eigenlijk niet. Dus er zal altijd een stukje begeleiding bij komen kijken. En dat is gewoon heel belangrijk om ook voor de toekomst, en nou ja, als we dat in de toekomst kunnen regelen, is dat heel belangrijk. En we hebben een grote winkel in Amsterdam en doordat we een grote winkel in Amsterdam is er veel inloop ook van buitenlandse uh, patiënten en uh, dat is wel heel, heel fijn en dus we komen ergens en uh, ons bedrijf uh, is al 80 jaar oud, uh, opgericht uh, door mijn vader en uh, wij zijn er, toen wij twintig waren zijn wij uh, in het bedrijf gestapt. Ik en Arjan Meijer. En we hebben het tot een groot succes gemaakt. Kurt Jan Meijer en daarvoor Arjan Meijer, orthopedische instrumentenmakers. Ze zijn in Suriname om hulp te bieden aan Carmen Cassie, die al langer dan vier jaar in een rolstoel zit en wacht op een onderbeenprothese. De verwachting is dat mevrouw Cassie vrijdag gebruik kan maken van haar prothese.